op zoek naar de dakboer die verantwoordelijk is voor de Rotterdam shit, oftewel het Rotterdamse shitwater uit het Wormen Hotel. En volgens mij staat hij stiekemweg al me in de rug aan te vallen. Onze dakboer Wouter Bouwman, Bouwerman zou ik haast zeggen. En die weet er alles van. En daar lopen we dan eens eventjes op aan. Ja, volgens mij al langer en geruimere tijd aan het experimenteren. Maar nu is het pas dusdanig nuttig en noodzakelijk bevonden dat het op de markt gebracht kan. Wat dacht je ervan? Ja, nou, de dakakker bestaat natuurlijk al een aantal jaar, maar we hebben sinds vorig jaar hebben we een paar wormenboerderijen staan. En die wormenboerderijen die produceerden plotseling shit. En we dachten, ja, waarom zouden we die in een flesje doen en verkopen? Het is niet voor menselijke consumptie. Of uiteindelijk toch ook weer wel? Ja, je voedt je planten ermee. Hè? En dus indirect eten wij het dus eigenlijk ook weer op. Maar ik wil dan wel eens even kijken of we de medewerkers van misschien zelfs wel de bijen verderop, of die al een beetje wakker te porren zijn, dat die het verhaal in overdrachtelijke zin door jou verteld even kont kunnen doen. Ja, we hebben inderdaad bijen op het dak staan. Dit zijn de collega's van de bijen en ze maken iets heel anders dan honing. Dan honing, wijn en mede. Juist. Maar ze hebben wel een soort van bijbaan, onze wormen. En daar kunnen we weer onze mening op vormen. Precies. Is het een speciale worm nog? Het zijn niet de wormen die je standaard in de grond zal vinden. Geen regenwormen, maar het zijn compostwormen. En volgens mij is dus je hebt geen last van gevogelte? Ze zijn wel goed afgeschermd. Want we hebben hier op de dakakker vrij veel vogels. Daar heb ik echt wel last van. Meestal eten ze de planten op. Maar ik denk als ze die wormen te pakken krijgen, dat ze die ook wel op zullen eten. Ja. En zitten ze dan opgesloten in plastic? Of hebben ze gewoon lekker de vrije fantasieloop? Ja, we hebben hier de worm die het vrije leven hebben, die zitten in de composthoop. Maar de compostwormen, de speciale compostwormen, die zitten hier in de wormenhotels. Want je moet het vocht opvangen wat hierin zit. Ja, precies. Zoals je kunt zien bestaat dit hotel uit meerdere lagen. Die onderste laag is een opvangbak. En er zit ook een kraantje zoals je ziet, dus met een tap. En daarmee kan je dus echt gewoon letterlijk de wormen shit aftappen. We hebben tientallen liters per jaar die geproduceerd worden. Die hebben we in onze schuur staan. Zoveel scheiden ze af? Er zijn er geen mensen die hele emmers hiervan vol willen kopen. Dus we doen het in kleine flesjes, 250 milliliter of een halve liter. En die liggen tegenwoordig ook in de winkel te koop. Ik zie nog helemaal niks. Hoe gaan we dat fixen? Ja, wormen houden niet van licht, hè? Dus ik denk als we gaan graven. Komen we. Ze zijn in diepe rust. Ja, ze zijn toch wel. Ze zijn hier erg hard aan het werk. Merk toch hoe sterk? Ja, daar komt er een. Kijk, hoe is het? Hier hebben we er eentje hier. Eentje. Dat zijn wat kleinere. Ja, je voelt hetzelfde dat ze hier dadelijk even die haak in zijn nek. Dat wil ik ook niet om me geweten hebben. Bij Dille en Camille wordt het hier in Rotterdam als eerste uitgevent. De Rotterdam shit. De Rotterdam water shit. Ja, Rotterdamse water shit. Shitwater zullen het wel gauw in het Engels worden vertaald. We moeten wel alles laten staan. Dan gaan we er even binnen op aan. Er wordt gelijk een plekje vrijgemaakt. Ja, ik denk dat dat wel heel mooi zou zijn. Als ze zich er nu maar gelijk terug goed aan gaan doen. Maar volgens mij is het hier aardig plantaardig, maar heb je geen dusdanige vingerplanten dat ze de dop eraf kunnen schroeven zelf. Scheren maar gek natuurlijk. Maar hier staan ze perfect op de plek. Lijkt me wel. En vanaf op heden te koop. Goede verkoopplek is. Het past ook qua kleur heel mooi bij het geheel. Kijk, ja. Het is een beetje uit de hand gelopen hobbygrap volgens mij, of niet? Ja, we hebben het eerst als grap in flesjes gedaan. We hebben poep in flesjes gedaan en we hebben dat te koop aangeboden. En er zijn nu meerdere plekken waar het echt te verkrijgen is. Ja. Aan begint te slaan. Ja, leuk hè? Als eerste bij Dille en Camille. Welkom, helemaal welkom. Dus jullie hebben een primeur te pakken. Fijn, helemaal goed.